Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En wij verwelkomen mensen in de studio met passie. En deze keer passie voor openbaar bestuur. Hartelijk welkom, de commissaris van de Koning. Dag. Ann Polman van de provincie Zeeland. Goed, 20 maart, provinciale statenverkiezingen. Wat doet provinciale staten? Provinciale staten is eigenlijk ons parlement, hè, het Zeeuwse parlement. Dus daar kiezen wij 20 maart, en ik hoop alle kiesgerechtigde Zeeuwen, kiezen wij 39 volksvertegenwoordigers die de komende 4 jaar de Zeeuwen vertegenwoordigen in het bestuur van Zeeland. Er zijn nu 12 partijen die in de staten zitten. 20 maart doen 14 partijen mee, dus er is wat te kiezen. En ik hoop dat veel Zeeuwen daar gebruik van zullen maken, van dat stemrecht. Ja, ze moeten wel boven de 18 zijn, hè? Ja, je moet boven de 18 zijn, Nederlander zijn. En dan mag je stemmen, inwonend ook in Zeeland. En dan mag je voor Provinciale Staten van Zeeland stemmen. Er zijn 20 maart verkiezingen in alle 12 Nederlandse provincies. En ja, Provinciale Staten, wat ze in de kern doen, is het volk vertegenwoordigen. Maar ze controleren ook het dagelijkse bestuur van de provincie. Dat is het college van gedeputeerde staten. Ze benoemen ook de gedeputeerden, zou kunnen zeggen de wethouders van de provincie. Die worden benoemd door provinciale staten. En ze stellen de kaders vast waarbinnen dat dagelijks bestuur, gedeputeerde staten, haar werk voor Zeeland doet. Dus ze hebben een belangrijke rol en daarom is het ook belangrijk dat er gestemd wordt. Ja, tuurlijk. Ik heb hier een heel mooie verkiezingskrant. En er staat natuurlijk allerlei hoofdpunten in van wat de provincie doet. Hè, bijvoorbeeld, ik heb hier gelezen, de wegen. En kunt u nog andere noemen? Ja, volgens de wet heeft de provincie heel veel taken. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat gemeenten vooral heel veel taken hebben in sociale onderwerpen. Dus als het gaat om onderwerpen die betrekking hebben op mensen aan het werk, de uitkeringen, de WMO, op het terrein van zorg steeds meer taken gekregen. Je zou kunnen zeggen de provincies die hebben vooral taken meer in de fysieke sfeer. Dus natuur en landschap, mobiliteit, maar ook regionale economie. En wat bijzonder is, is dat ook de provincies, net zoals de gemeenten, die hebben een soort autonome ruimte. Dus die mogen ook onderwerpen oppakken waarvan ze zeggen, dit is voor ons gebied ook nodig. Zo is de provincie Zeeland ook nauw betrokken bij onderwerpen op het terrein van het onderwijs. Hè. We stimuleren dat er ook voldoende onderwijsaanbod in Zeeland is, vooral ook in het hoger en academisch onderwijs. Ook op het terrein van zorg, daar hebben we eigenlijk geen wettelijke taak, maar we vinden het wel belangrijk om de zorgpartijen af en toe uit te nodigen aan tafel te komen. En dan gaat het om bereikbaarheid van zorg. Wij sturen die instellingen niet aan, maar we zorgen wel voor het goede gesprek en dat de afstemming plaatsvindt in Zeeland. Dus provincies hebben naast de wettelijke taken ook dingen te doen waarvan ze zeggen, dit is voor mijn gebied ook belangrijk en Zeeland pakt dat ook op. En busvervoer heb ik nog niet genoemd, denk ik. Ja, dat is mobiliteit. Dus ja. We geven ook, dat heet concessies. Hè. Dus er worden offertes gevraagd aan busmaatschappijen. Die kunnen daarop inschrijven. Eens in de zoveel jaar gebeurt dat. En de provincie is dan opdrachtgever, heeft ook een wettelijke taak om offerteafspraken te maken met busvervoerders. Dus mobiliteit, waaronder openbaar vervoer, is een hele belangrijke taak van de provincie. En die strekt zich voor Zeeland bijvoorbeeld ook uit, dat we het fietsvoetveer, Vlissingen-Breskens, dat ook onder de hoede van de provincie is, omdat we dat een belangrijke lijn vinden. Ja, tegelijkertijd zijn er ook waterschapsverkiezingen. Kunnen we dat ook even toelichten? Ja, tegelijkertijd met Provinciale Staten kiezen we ook een belangrijk deel van het algemeen bestuur van het waterschap. We hebben in onze provincie Zeeland 1 waterschap, dus waterschap Scheldestromen. Ook daar zitten vertegenwoordigers en die hebben gelijkertijd 20 maart ook de verkiezingen. En het waterschap is belangrijk in heel Nederland. Want we zijn een Nederland, we liggen laag. Maar vooral, zoals we weten, is het in Zeeland heel belangrijk dat we ons beschermd weten tegen water, dat het veilig is. Dat er ook voldoende schoon water beschikbaar is. En daar is specifiek het waterschap verantwoordelijk voor. Dus waar gemeenten en provincies een algemeen bestuurlijke taak hebben, heeft het waterschap een hele gerichte taak. Dat noemen ze functioneel bestuur op het terrein van water. En dat is voor onze provincie heel belangrijk. Dus ook stemmen voor het waterschap. Ja. Moeten ze zeker doen, hè? Ja. Nu hebben we een provinciale staten. En er is ook iemand benoemd. Daar hebben we een filmpje van.
Zullen we daar even naar gaan kijken? Dat is leuk, ja. Het is gebruikelijk, zoals u weet, om de eed of de belofte af te leggen, waarin u zich verklaart te houden aan de wetten, maar dat u ook, zoals iedereen dat voorafgaand doet aan het werk als statenlid, dat u ook vrij bent in de besluitvorming die we hier plegen en dat u zich niet toezeggingen heeft gedaan om op een bepaalde manier dingen in het belang van individuele personen hier recht te doen, maar dat u helemaal vrij bent in de besluiten die u neemt. Dat is een groot goed en daarom accentueren wij dat om voorafgaand, volgens de wet hoort dat ook zo, voorafgaand aan ons werk de belofte of de eed af te leggen. U heeft gekozen voor de belofte, die ga ik voorlezen en dan mag u eindigen met de woorden dat verklaar en beloof ik. Ik verklaar dat ik om tot lid van Provinciale Staten benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van Provinciale Staten naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Namens ons allen van harte gefeliciteerd, veel succes, maar ook plezier. U krijgt het teken van het ambassadeurschap van Zeeland. Dat mag u dragen als u wil, met trots. U krijgt ook bloemen, maar ik heb net begrepen, die worden op dit moment nog geplukt. Zodra die er zijn, zijn die van harte gegund. Gefeliciteerd en ik schors de vergadering enkel moment, zodat u even kunt feliciteren. Ja, meneer Polman, dat was de belofte, maar er is ook een eed, heb ik begrepen? Ja, je kunt kiezen, ook volgens de wet. Als je de belofte doet, dan verklaar en beloof je door dat uit te spreken. En als je de eed doet, dan zeg je met het teken wat je geeft, zo waarlijk helpen mij God almachtig. En dat is voor mensen die het belangrijk vinden om ook een beroep te doen op hun geloof, om iets te verklaren en te beloven. En dat heet dan de eed. Ja, en een statenlid mag dan kiezen. Statenlid mag kiezen. En sommigen kiezen voor de eed. Dus die zeggen, zo waarlijk helpt mij God almachtig. En sommigen zeggen van, nee, dat wil ik niet. Ik doe gewoon dat verklaren en beloven. Dat is mooi. Ja. Dan de Provinciale Staten doen zelf ook nog verkiezingen, heb ik begrepen. Die gaan de Eerste Kamer kiezen. Dat is een bijzonder construct, hè? Ja. Dat onze Eerste Kamer. Dus we hebben in Nederland een Tweede Kamer, die wordt rechtstreeks gekozen. En we hebben een Eerste Kamer, dat is de Senaat, zo wordt die ook wel genoemd. En die wordt indirect gekozen. Dus die wordt niet gekozen door onze inwoners, maar die worden gekozen door de leden van Provinciale Staten. Dus in mei gaan de nieuw geïnstalleerde Provinciale Staten, die gaan de Eerste Kamerleden kiezen. En dat is bijzonder. En er zijn er weer, zijn er 75, hè? Dat zijn er 75 en dat is dus bij deze verkiezingen 20 maart ook belangrijk hoe de verhoudingen in de Eerste Kamer komen te luiden. Dus het zijn in de eerste plaats provinciale verkiezingen, maar het is ook belangrijk voor de regering, van ze zijn afhankelijk, onze nationale regering, voor de wetgeving. Dus als je een wet maakt, moet de Tweede Kamer daarmee instemmen. Die kan ook de wet aanpassen en dan gaan ze erover stemmen. Maar dan moet die nog langs de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer is belangrijk ook voor de regering, want die kan een wet aannemen of niet aannemen. Ze kunnen een wet niet veranderen. Ze kunnen alleen ja of nee zeggen tegen een wet. Dus voor onze regering is het ook belangrijk, en voor de landelijke politiek, hoe die verhoudingen in de Eerste Kamer eruit komen te zien. Dus je ziet dat er altijd ook bijzonder veel belangstelling is van de landelijke politiek voor de provinciale verkiezingen. Omdat die leden van Provinciale Staten straks de Eerste Kamer gaan kiezen. Ja, en dan hebben we nog verkiezingen. Dat zijn voor het Europese parlement. Zeker. En dan mogen we weer rechtstreeks stemmen. Dat is ook in mei. Dan mag iedereen die stemgerechtigd is in het land van een lidstaat van de Europese Unie, die mag stemmen voor het Europese parlement. En ja, zoals we weten, Europa is belangrijk. Ook in de verhoudingen, niet alleen binnen Europa, maar ook in de wereld. Dus het is ook daarin weer, denk ik, van grote betekenis dat we van dat stemrecht gebruik maken. Er zijn landen in de wereld waar mensen niet zo vrij mogen stemmen. Wij mogen dat ook in Europa. Dus ook in mei krijgen we nog eens een keer verkiezingen.
In België moet het, heb ik begrepen, maar in Nederland mogen we kiezen. Ja, heel vroeg hebben we in Nederland ook stemplicht gehad, maar dat is eigenlijk een stemrecht geworden. Want hoe kun je mensen nou verplichten om iets wel of niet te doen? Maar ik vind het zelf heel belangrijk om een beroep te doen op iedereen die stemrecht heeft, om daar ook gebruik van te maken. Want je kunt wel zeggen, wat maakt mijn ene stem uit? Nou, het is gebleken dat een paar stemmen soms net het verschil kunnen maken. En het is ook gewoon belangrijk als je betrokken bent bij wat er niet alleen in je eigen huishouding gebeurt, maar ook in je gemeente, in je provincie en in Europa, in de wereld. Ja, dan heb je dat belangrijke, mooie democratische recht. Dus je zou gek zijn als je daar geen gebruik van maakt. Ja, dan commissaris van de Koning. Dat is natuurlijk de voorzitter van Provinciale Staten, voorzitter van de gedeputeerden. Maar veel kijkers zullen zich ook afvragen, en ik ook, hoe word je nou commissaris van de Koning? Hoe je het wordt? Ja, hoe je het wordt. Nou ja, het is misschien wel goed om te zeggen dat inderdaad, dat zegt u goed, je bent voorzitter van het dagelijks bestuur, voorzitter van het parlement, hè, Provinciale Staten. En we zijn als commissaris, hebben we ook een aantal rijkstaken. Dus bij het proces van de benoeming van burgemeesters hebben we een belangrijke rol om te kijken wie benoembaar is. En dan mag de gemeenteraad daar een voorstel voor doen. En we hebben ook een ambtsinstructie van de regering waarin staat dat we ook ongevraagd en gevraagd de regering kunnen adviseren. En we hebben een belangrijke bemiddelende functie als het gaat om samenwerking te bevorderen binnen je provincie. Tussen de overheden en ook met een aantal rijksdiensten die in je provincie actief zijn. Dus dat zijn eigenlijk de drie taken. Hè? Voorzitter van dagelijks bestuur, het parlement, zeg ik altijd, Provinciale Staten en die rijkstaken. Ja, en hoe je het wordt, solliciteren, een briefje schrijven, sollicitatiebrief. Ik wil graag commissaris worden. Maar toen u 6 jaar was, dacht u toen al van ik word commissaris? Nee. Ik heb gedroomd om heel veel banen te... Piloot of zo? De zaak van mijn vader, die was bloemist, dus ik wilde eerst bloemist worden. Ik wilde ook wel eens een keer onderwijzer worden. Ja, brandweerman vond ik als kind natuurlijk ook fantastisch. Maar ik heb nooit als kind gedroomd om commissaris te worden. Maar belangrijk is om te zeggen dat je, als je commissaris wil worden, dat je ook gewoon een sollicitatiebrief moet schrijven. Ja. Met je cv, wat je allemaal gedaan hebt. En dat stuur je op naar, eigenlijk naar de koning, want het is een kroonbenoeming zoals dat heet. Maar de koning leest niet al die brieven, dus dat gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken. En die kijkt wie van de kandidaten benoembaar zijn. En de minister die heeft dus eerst gesprekken met kandidaten en die gaat in overleg met een vertrouwenscommissie, een soort selectiecommissie. Die bestaat uit leden van Provinciale Staten, dat zijn vaak de fractievoorzitters. Vaak ook een adviseur vanuit het College van Gedeputeerde Staten. En die krijgen, in overleg met die minister wordt dat bepaald, die krijgen een lijst met kandidaten die ze kunnen uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. In mijn geval, dat is 6 jaar geleden, heb ik 2 hele intensieve gesprekken gehad met die vertrouwenscommissie. En dan wordt er echt gevraagd, ook aan de hand van je brief, natuurlijk je motivatie, wat je hebt gedaan, voorbeelden van onderwerpen die ook in de provincie spelen, hoe je dat zou aanpakken, welke positieve en negatieve ervaringen je met allerlei voorbeelden hebt. Dus het hemd wordt van je lijf gevraagd in 2 intensieve gesprekken, zoals ik die heb beleefd. En dan doet die selectiecommissie, die vertrouwenscommissie, doet een voordracht aan Provinciale Staten. En die maken uiteindelijk een aanbeveling voor de regering, een nummer 1 die ze graag willen hebben en die wordt ook meteen openbaar gemaakt. Ze moeten ook een nummer 2 aanbevelen, die blijft geheim, maar die moeten ze aanbevelen aan de regering als de nummer 1 onverhoopt zou uitvallen. En tegenwoordig is het zo dat de nummer 1 die ze willen hebben, die wordt in de regel ook benoemd door de regering. Dus we zijn benoemd, maar ik voel me als commissaris eigenlijk uitverkozen door Provinciale Staten. Dus uiteindelijk bij de Provinciale Statenverkiezingen wordt indirect ook door die statenverkiezingen, de statenleden, bepaald wie de commissaris wordt? Nee, als je de leden van Provinciale Staten, als die gekozen worden, bepalen die Provinciale Staten wie in de toekomst wordt voorgedragen voor commissaris. En ze besluiten ook over de herbenoeming. Ik ben vorig jaar weer op gesprek geweest met de Vertrouwenscommissie van Provinciale Staten. Die ook op verzoek van de minister weer een aanbeveling moeten doen over een eventuele herbenoeming. Dat is 1 keer in de 6 jaar krijg je dus weer opnieuw een vertrouwenscommissie die met de zittende commissaris een gesprek aangaat. En weer opnieuw formeel een aanbeveling doet
aan de regering of ze je willen houden. Ik was blij dat ze me wilden houden, want ik wilde zelf ook graag blijven. En daar hebben we een filmpje van. Laten we dan maar eens even naar kijken. Dames en heren, ik verzoek u allen plaats te nemen. Hierbij open ik de vergadering van Provinciale Staten. Van harte welkom, statenleden, leden van gedeputeerde staten. De Griffie, de ambtelijke organisatie, belangstellenden op de publieke tribune. En mensen die thuis via het net met ons verbonden zijn. Ik wil eigenlijk beginnen met u te danken voor het vertrouwen wat u in mij heeft gesteld. De vorige keer, tijdens de vorige vergadering, kon ik zelf niet aanwezig zijn. Maar ik ben u zeer dankbaar voor de voordracht voor herbenoeming. En ik kan u ook zeggen, ik heb weer een overhemd en een stropdas gevonden. Want ik was in beeld in een polo-shirt. Ik mag geen reclame maken, maar ik heb heel goed begrepen dat u een goede vergadering heeft gehad waarin u mij heeft voorgedragen. En dan is het natuurlijk een goede vergadering. Ik dank u nogmaals oprecht, bijzonder van harte. Vandaag behandelen wij belangrijke voorstellingen. De begroting van onze provincie, de najaarsnota. Het is de laatste begroting in deze bestuursperiode die u vaststelt. Ik heb een bericht van verhindering ontvangen van de heer Bos en de heer Van Gent, die zal iets later komen. Nou, gefeliciteerd met uw herbenoeming. Bedankt. Hebt u ook bloemen gekregen? Ja, ik heb toen ook bloemen gekregen, ja. Heel leuk. Je hoeft niet meer geplekt te worden. Nee, toen niet. Nee, dat was een keer toen ik meneer Schoor moest installeren, ja. dat de bloemist de bloemen nog niet had bezorgd. Okay. Maar hij heeft ze wel gehad. Hij heeft ze wel gehad. Goed, natuurlijk is er ook altijd een nieuwjaarsreceptie. Vanwege de provincie. En daar hebt u een heel mooie toespraak gehouden aan de hand van de filosoof, Zeeuwse filosoof, Ad Verbrugge uit Terneuzen. Kunt u daar nog enkele punten van memoreren? U hoeft ze niet allemaal te doen, maar ik denk dat u toch wel een paar belangrijke punten kunt noemen. Ja. Gezond in Zeeland, dat was de titel volgens mij. Ja, ja. Nou, wat heel interessant was, dat Ad Verbrugge, in Terneuzen is geboren en getogen, is een redelijk bekende Nederlandse filosoof. En die heeft een boek geschreven voor middelbare scholieren. Die, als je filosofie kiest, dan moet je dat boek ook kennen. En daarin noemde hij 5 dingen die belangrijk zijn in het leven. En het voert te ver om die nou allemaal door te nemen. Maar gezondheid is natuurlijk belangrijk. Maar wat ook belangrijk is, is hoe je je tot elkaar verhoudt. Hè? Wat je voor elkaar betekent. Zingeving is ook belangrijk in het leven. Nou, en ik heb een aantal voorbeelden die hij heeft genoemd in zijn boek. Die heb ik genoemd in de nieuwjaarsreceptie ter inspiratie voor het nieuwe jaar. Heel mooi. Dat is natuurlijk allemaal te beluisteren op het kanaal van Omroep Zeeland. He, is alles te zien. Zullen we dan besluiten met stemmen? Hoe doe je dat? Wat heel belangrijk is, denk ik, als mensen zich nog oriënteren van er zijn zoveel partijen en wat vind ik nou? Ik vind zelf een hele mooie website zeelandstemt.nl. Daar zit ook een stemwijzer met allerlei onderwerpen waarin je op een schaal kunt aangeven wat je van dingen vindt. En ja, dat is een soort hulpmiddel om ook een beetje te kijken bij welke politieke partij zou ik mij thuis voelen. Dat is belangrijk om te doen. Als je nog meer wil weten over mijn werk, ik breng jaarlijks een jaarverslag uit. En dat is ook op de website te vinden. Dat is jaarverslag cvandek.nl. Maar belangrijk is om gebruik te maken van het stemrecht. En die stemwijzer, Die is heel erg behulpzaam. Er zijn ook media, zoals de PZC heeft een kieswijzer. Maar ook op zeelandstem.nl kunnen mensen thuis rustig bekijken bij welke partij voel ik mij thuis. Om vervolgens ook echt te gaan stemmen 20 maart. 20 maart. Kijk, dit is, beste kijkers, dit is natuurlijk de envelop die je thuis krijgt. Dit zijn de formulieren, de stempassen, allebei. Zowel voor het waterschap als voor de gemeente. En vergeet voor de provincie, hè? Ja. En de provincie, hè? Sorry, hè? Ja. Ja. En vergeet je paspoort niet, of je rijbewijs, of een ander identiteitsbewijs. Zullen we het daar maar bij laten? Dat lijkt me heel goed. En je mag stemmen in elk willekeurig stemlokaal in je eigen gemeente. Dus zo laagdrempelig mogelijk. Van 8:30 ochtends tot 9:00 s'avonds. 20 maart. Stemmen. Oké. Okay. Stemmen. Stemmen. Oké. Okay. Dankjewel. Graag gedaan. Voor uw komst en voor het interview. We zien jullie samen. Het is leuk om hier te zijn. Ja. Dag.